beetje doorsluiten, een klein beetje opvangen, praat. En de paard wil graag een beetje naar voren, dus oppakken buitenkant. Net ondersteunen met je binnenbeen. En dan kun je ook een keer voelen met je binnenbeen. Kan ik hem een half pasje naar buiten zetten? Heb ik controle op twee kanten? Kan ik die binnenhand weer kwijt? Kan die weer een beetje ontspannen? Kan die de rug weer een beetje gebruiken? Zo, ja. Dat werkt. Ja, doorhouden, doorhouden. Zo. Braaf. Maar wat heel belangrijk is, of die gemakkelijk door wil springen, juist. Dat is goed, hè? Zo, vanuit het binnenachterbeen, daar moet je het weghalen. Braaf, want daar zit de kracht. Juist, mooi, kijk, daar wordt een mooi rond. Nou, en nou kun je weer, hoef je naar volgen, nou kun je weer een beetje verleggen. Dat is een mooie galopade en in balans. En dan wordt zo'n paard ook in zijn oren spraak, in zijn bespiering van de hals, wordt er daar mooier van. Goed gedaan. Als je dat ritme erin kan krijgen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Grond.